bij de tweede online hardlooptraining van Sportcentrum Olympos. Vanwege het weer deze keer binnen. Voor de mensen die voor het eerst zijn, je kunt ook nog de training uit week 1 terugkijken. Doe lekker mee. We gaan zo beginnen met mobiliteitsoefeningen en oefeningen voor coördinatie. Dan gaan we daarna wat hardlooptechniekoefeningen doen. En we eindigen met wat krachtoefeningen. Doe lekker mee. Oké. We gaan beginnen met de oefeningen die je voor de hardlooptraining kunt doen. Kun je ook prima thuis doen. Ze zijn eigenlijk bedoeld om je lichaam voor te bereiden, wat voorspanning op je lichaam. En ook om de beweeglijkheid in je gewrichten wat te vergroten. Oefening 1. We doen alle oefeningen 10 keer. Ga op één been staan. Vind even je balans. En dan ga je achtjes draaien met je been. Je kan eventueel je armen tegenovergesteld bewegen. Oefening 2. Je gaat weer op één been staan. Even tunen, je balans zoeken. Doe je armen opzij. En dan ga je langzaam voorover bewegen in het vliegtuig. Strek je achterste been. Kom je rustig terug en beweeg je knie naar voren zonder de grond te raken. Oefening nummer 3. Walking plank met lunge. Strek jezelf op. Beweeg richting je tenen. Terwijl je knieën zoveel mogelijk gestrekt zijn. Loop van je af. Zet je je linkervoet naast je linkerhand. Kijk een beetje voor je. Plaats je voet weer terug. Zet je rechtervoet naast je rechterhand. Kijk weer een beetje voor je. En ga je terug. En dan loop je met gestrekte knieën en ellebogen weer naar je voeten toe. En strek jezelf. Oefening nummer 4. Kijk goed voor je. Pak je net onder je knieschijf vast. Trek je je knie door naar de borst. En als laatste beweeg je naar je grote teen. Maak je zo lang mogelijk. Oefening nummer 5. Je gaat op één been staan. Weer even je balans zoeken. Zet je handen op je bekken. Kan je controleren of je stabiel blijft. En beweeg je been opzij. Kijk hoe ver je opzij kan. Oké. We gaan de oefeningen doen voor je hardlooptechniek. Waardoor je efficiënter gaat lopen. En ook eigenlijk een specifieke voorbereiding op het programma wat je straks gaat doen. Oefening 1. Je gaat 4 keer knie heffen en 4 keer met je hakken naar je billen. 4 keer knie heffen, 4 keer hakken naar de billen. Armen doen lekker mee. Oefening nummer 2. Eenbenige hakken bil. Je beweegt met je hak naar je bil toe en je andere been hou je zo stil mogelijk als een gipsbeen. Armen lekker tegenovergesteld. Oefening nummer 3. Je gaat een kruispas maken, dat wil zeggen je voet achterwaarts zetten en dan met een hoge knie naar voren. Oefening 4. 2 triplings, 2 skippings. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oefening 5. 5 kleine sprongetjes op de plaats met gestrekte knie. 5 hoge sprongen op de plaats. En dan 20 meter aanzetten. Oké, we gaan naar de krachtoefeningen. We doen elke oefening 2 keer 10 keer minimaal. Als je meer wil, dan kan dat altijd. Krachtoefeningen zijn goed als blessurepreventie. Oefening 1. Walking lunge. Plaatsing van de voet. Knie naar de grond. Gewicht overbrengen naar je andere voet. En knie naar de grond. Haal je romp mooi recht op. Oefening 2. Squat jumps. Ga even in een squatpositie zitten. Tenen een klein beetje naar buiten. Op heupbreedte sta je zo. En dan ga je sprongetjes maken waarbij je geen geluid maakt. Zo licht mogelijk springen. Oefening 4. Achterlichtsteun. Vingers wijzen van je af, heup omhoog, kijk naar het plafond of naar de lucht, waar je dan ook bent. En dan ga je om en om je benen liften, terwijl je je heupen hoog houdt. Vergeet niet door te ademen. Oefening 4, push-up met mountain climbers. Push-up, links, rechts, mountain climber. Push-up, links, rechts, de mountain climber. Hallo, leuk jullie weer te zien. Nu volgen de hardloopschema's van week 2. Ben je nieuw bij dit trainingsprogramma, dan kun je nog teruggaan naar het trainingsschema van vorige week. Dat staat op de website van Olympos. En trainingsschema voor beginnende hardlopers voor week 2. De eerste training is een wisselduurloop. Dit houdt in dat je 25 minuten al wisselend gaat hardlopen en wandelen. En het hardlopen kan variëren van stukjes van 10 seconden tot misschien wel 1,5 minuut. En doe dit gewoon op eigen inzicht. Het wandelen is wel vlot, dus ga niet heel rustig wandelen, maar probeer wel vlot te wandelen. De tweede training is 30 seconden hardlopen, daarna een minuutje hardlopen en vervolgens 1,5 minuut hardlopen. Daartussenin 1 minuut wandelen en dit doe je in totaal 3 keer. Het trainingsschema voor de gevorderde lopers in week 2 is ook een wisselduurloop, maar dan van minimaal een uur. Probeer hierin ook naar eigen inzicht stukjes snel te rennen en wat rustiger
en wat langer en wat korter. Kies dan bijvoorbeeld een boom die in de verte staat of een lantaarnpaal en ren daar naartoe. De tweede training is 1 minuut hardlopen, vervolgens 2 minuten hardlopen, 3 minuten hardlopen en als dat 4 minuten hardlopen met daartussenin steeds 1 minuutje joggen, wandelen. En dit herhaal je in totaal 3 keer. Succes!